Een zeer goede middag, dames en heren. Welkom, dank u. Uh -oh. Fijn dat u erbij bent op deze prachtige dag van de wetenschap. Een uh, hoogdag voor alle nerds, uh, uiteraard. Ik zeg niet dat jullie nerds zijn, dat mag, maar jullie mogen dat zelf kiezen. Uh, uh, welkom, uh, dag van de wetenschap. Ik kom een lezing geven vandaag. Die gaat over de vergelijking van Drake. Heeft iemand ooit gehoord van de vergelijking van Drake hier bij ons? Drake's equation, ja, toch enkele mensen, dat is goed. Die kunnen we dan verbeteren als ik fouten maak, dat is ook zeer belangrijk. Um, ja. zijn, zijn er trouwens, want ik, ben, ik heb natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Gent destijds. Zijn er andere natuurkundigen bij ons? Fysici, hier aanwezig? Nee, die zitten allemaal in de kelder belangrijke dingen te onderzoeken, uiteraard. Uh, chemici, toevallig. Chemici, welkom! En proficiat. Chemici, ik wens chemici altijd proficiat, want het zijn bijna fysici. Dus ze hebben geprobeerd en uh, dat is uh, zeer veel waard. Ja. Um, verder biologen misschien, biologen in de zaal. Ach ja, ik heb straks nog. Uh, ja, het gaat straks over biologie en het ontstaan van het leven en zo. Aardrijkskundigen, geografen, geologen. Nee, ook niet. Zijn er wiskundigen bij ons? Wiskundigen? Nee, helaas. Dat is jammer. Ja, toch. Welkom wiskundigen. Ja. Wiskundigen zijn de hogere elfen van de wetenschap. Dat zijn, uh, ja, dat zijn onze helden. Hè. Die zijn zo cerebraal en zo logisch en ze kunnen elk mogelijk probleem oplossen, behalve misschien het vrij ingewikkelde probleem over hoe je een normale sociale conversatie hebt. Maar <laughs> er wordt aan gewerkt en uh, de, de getallen zien er goed uit. En, uh, ja. de, de, het idee van sociale conversatie bij wiskundigen is meestal mompelen terwijl je naar je schoenen staart. Uh, er is ook een manier om een, om een extraverte wiskundige te herkennen. Ze bestaan. Een extraverte-wiskundige is iemand die naar uw schoenen staart, terwijl hij mompelt. Dat is uh, zo herken je ze. Ja. Zijn er ingenieurs bij ons vandaag? Ingenieurs? Ik zal trager praten. He, dus dat alles ook, ja. Voor de mensen die nu schrikken en denken van wat zegt hij nu? Wij plagen elkaar graag. Fysici en ingenieurs, we komen heel goed overeen. We hebben dezelfde speeltuin, we bouwen dezelfde machinetjes. We hebben heel veel lol samen, maar we plagen elkaar graag. Dat heeft ook zijn redenen. Als fysici zijn wij soms een beetje lastig op de ingenieurs, omdat wij vinden dat zij de zuivere schoonheid van de wetenschap een beetje verhoeren aan de industrie. Soms, denk ik. En uh, de ingenieurs zijn vaak een beetje lastig op de natuurkundigen, omdat er bij ons wel mooie vrouwen afstuderen. En. kleine rivaliteit, ja. Af en toe vertel ik die mop en dan komt er af en toe, na de lezing, een beeldschone vrouwelijke ingenieur naar mij en die staat dan zo naar mij te kijken. Maar dat is anekdotisch bewijs. Je? En je kunt je, mag je conclusies niet bijstellen gebaseerd op anekdotisch bewijs. Dus ik, zal die grap, ik zal pas stoppen met die grap te vertellen als er een statistisch relevante hoeveelheid beeldschone vrouwelijke ingenieurs wordt afgeleverd aan mijn deur in de Neckersvijverstraat 132 in Sint-Amansberg. Tot dan. Uh, goed, de vergelijking van uh, Drake. Daar ga ik het dus over hebben uh, vanavond. Het is, uh, ja, wat het eigenlijk is, dat is een vergelijking. Een soort wiskundige formule opgesteld om een schatting te maken van hoeveel buitenaardse beschavingen, en we hebben het niet over buitenaards leven, maar echt over technologische beschavingen, hoeveel technologische buitenaardse beschavingen er zouden kunnen zijn in onze Melkweg. Het is allemaal heel hypothetisch en de conclusies zijn zeer wazig, maar het is een, een prachtige formule en het is zeer interessant om er eens volledig over te gaan. We hebben Frank Drake hier staan achter mij. Zo, ik zie dat hij zelfs vergezeld wordt van mijn volledige Mac-desktop, maar bon, dat maakt eigenlijk niet. uit. Dit is Frank Drake, Het is, hij was een, een, een sterrenkundige, een Amerikaanse sterrenkundige. En in de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60, begon men plots te beseffen dat um, wij als mens, wij hadden radiotechnologie ontwikkeld. En opeens begonnen ze te beseffen: tja, wij zijn hoorbaar in andere zonnestelsels. Als ze nu. Op een andere ster, de antennes naar ons richten, dan merken ze dat daar iets aan de gang is. En dat was de eerste keer in de menselijke geschiedenis dat wij iets deden dat detecteerbaar was tot in een ander sterrenstelsel. En de conclusie van Drake was: wacht eens, als wij detecteerbaar zijn, dan zijn andere beschavingen misschien ook detecteerbaar. Misschien moeten wij eens beginnen rondluisteren of er elders radiosignalen geproduceerd worden, want dat lijkt de meest logische manier om te communiceren tussen verschillende sterrenstelsels met radiosignalen. En dus zei hij van kijk, ik wil graag een conferentie houden hier in Amerika, het was in het jaar 61, ik wil een conferentie houden en ik wil eens praten met alle wetenschappers die op een wetenschappelijke manier bezig zijn met buitenaards leven. Er zijn natuurlijk heel veel alien-believers en Roswell-mannetjes enzovoort die denken dat ze hier al rondvliegen, maar die wil hij niet hij zei, ik heb alle wetenschappers gecontacteerd die op een zuiver wetenschappelijke manier met buitenaards leven bezig waren. Alle vier. En hij heeft ze alle vier uitgenodigd naar Amerika en ze hebben een conferentie gehouden. En de avond voor de conferentie zat hij op café en dacht hij van um, we hebben een soort agenda nodig, we hebben iets nodig om over te praten. En dan heeft hij gewoon op een bierkaartje de vergelijking van Drake opgeschreven, een soort zeer simpele logische formule. Om een inschatting te maken hoeveel kans er is op buitenaardse beschaving. En kijk, ze staat, ze staat hier uh, achter hem geschreven. Ik denk dat ik zelfs, als dat werkt. Uh, voilà, dit is ze eigenlijk. Dat is uh, de vergelijking van Drake. En ik zal ze straks eventjes opnieuw opschrijven. En dan gaan we al die termen overlopen om te zien wat ze precies betekenen. Voordat ik daarmee verder ga, zijn er mensen met wiskundofobie in de zaal. Wiskundofobie? Nee. Het bestaat. Uh, met wiskund... het is niet zo erg, maar mensen met wiskundofobie, vanaf het moment dat er een wiskundige formule verschijnt, gaan die zo beetje in standby-modus. Die zijn eventjes weg en je ziet een soort screensaver in hun ogen. En, en dan als je terug Nederlands begint te praten, dan worden die weer wakker. En dan hoor je in de verte hoor je, en dan zijn ze er terug. Niet nodig, niet nodig. Het, het, het is natuurlijk wiskunde. Het ziet er zo een beetje formuleachtig uit, maar ik zal het gewoon samen met jullie overlopen en ik zal het anders hier opschrijven, zo. Uh, Eigenlijk zoeken we het nummer N en het nummer N is hoeveel buitenaardse beschavingen die technologie hebben om radiosignalen te maken, zouden er op dit moment zijn in de Melkweg. En dus kunnen we, we kunnen dat opdelen in verschillende, ja, in verschillende factoren eigenlijk. Stel je voor dat je wilt weten um, wat de kans is dat je vandaag iemand tegenkomt met blond haar en blauwe ogen. Dan zou je kunnen zeggen van weet je wat, ik zoek eerst de kans dat ik iemand tegenkom met blond haar. En dan doe ik, doe ik dat maal de kans dat iemand met blond haar, blauwe ogen heeft. En dan heb je je kans eigenlijk opgesplitst in verschillende factoren. Dat is exact wat hij doet met deze formule. Namelijk, wat is de kans dat er elders een buitenaardse beschaving leeft? Weet je wat? Laten we beginnen met een inschatting te maken van hoeveel sterren er zijn in de melkweg. Want wij denken dat leven op een planeet rond een ster ontstaat. Nu, in plaats van het aantal sterren, heeft hij uh, R-ster gebruikt als eerste term. En R-ster is de ratio waaraan sterren geboren worden in de Melkweg. Dus het ontstaan van nieuwe sterren in de Melkweg. Ik leg u straks uit waarom hij dat gedaan heeft. Dat is een wiskundig trucje. En dan heeft hij een inschatting gemaakt van weet je wat? Oké, okay, we weten hoeveel sterren er zijn ongeveer. Maar um, hoeveel sterren zijn er eigenlijk met planeten rond? Want een ster zonder planeten, daar hebben we niet veel aan. We denken niet dat leven kan ontstaan op een ster. We denken dat dat gebeurt op een planeet met een vast oppervlak. Dus hoeveel van die sterren, de fractie van die sterren die planeten hebben, dat is een percentage, FP, de fractie van het aantal sterren die planeten hebben. Goed, een ster kan planeten hebben, maar niet elke planeet is geschikt om, om leven op te doen ontstaan. Het grote probleem van Drake is natuurlijk, hij kijkt naar leven in onze vorm. Wij weten niet of leven altijd moet ontstaan in deze vorm. Wij denken dat leven koolstof gebaseerd is, dat het ontstaat op een planeet met water, waarschijnlijk ook voor complex leven met zuurstof, en dat het enkel ontstaat op planeten met een vast oppervlak die op de juiste afstand van hun ster staan. Dus dat is onze vorm van leven. Bijvoorbeeld Jupiter is een grote gasreus. Wij denken niet dat daar leven kan ontstaan. Misschien bestaat die vorm, maar we gaan ervan uit van niet voor het gemak, want anders zitten we nog veel meer in de, in de wazige cijfers. Dus uh, de fractie van het aantal sterren dat planeten heeft, en dan die NE is het aantal aardachtige planeten. En dus met aardachtig bedoelt hij een vast oppervlak. En uh, ook heel belangrijk, niet te dicht bij de ster en niet te ver van de ster. Als het te dicht bij de ster staat, dan krijg je Mercurius helemaal opgebrand, alles weg. Als het te ver van de ster staat, dan krijg je Neptunus, gewoon een grote ijsbal, waarvan wij denken dat er geen leven kan ontstaan. Goed, dan hebben we het aantal aardachtige planeten ingeschat. En dan beginnen we met de plezante termen. Die eerste drie, daar kunnen we redelijk veel over zeggen. Want de sterrenkunde en de telescopen hebben al heel veel gezien. We kunnen daar veel over zeggen. Dus daar kunnen we vrij goede cijfers op plakken. En het gevolg is: dat is het saaie deel van de formule. Over de laatste termen kunnen we eigenlijk nietszinnig zeggen en daardoor is dat het plezante deel van de formule, maar dat zien we straks. Dus stel je hebt een aardachtige planeet, dan komen we nu aan de eerste spannende term. Wat is de kans dat leven ontstaat vanuit het niets, vanuit dode chemie, dat leven ontstaat op een aardachtige planeet? Dus de, de FL, de fractie life. Wat is de kans dat leven ontstaat op zo'n planeet? Leven is niet genoeg, want eencellig leven produceert geen radiosignalen, dus we willen dat dat intelligent leven wordt. Wat zou de kans zijn dat eens er leven ontstaan is, eens er bacteriën ergens op een planeet voorkomen, wat is de kans dat die over miljarden, oh ja, miljoenen of miljarden jaren evolueren tot uh, intelligent leven? FI. Dus intelligent leven wil eigenlijk zeggen een levensvorm die in staat is om technologie uit te bouwen. Wij zijn zo'n levensvorm. Proficiat allemaal. Wij zijn een levensvorm die in staat is om technologie uit te bouwen. We hebben het gedaan. Um, maar het is niet omdat je toen in staat bent dat je het ook effectief doet. Wij lopen hier 200.000 jaar rond in deze vorm en we hebben nog maar 70 jaar radiotechnologie. Wat op zich vrij verwonderlijk is. En daarom heb je een extra term nodig: de FC. Uh, de fractie van dat intelligent leven dat ook effectief een civilisation, dus een technologische samenleving, gaat ontwikkelen. Dus een nieuw percentage dat je daar nog moet achterhangen. En dan heb je nog één probleem met die formule, namelijk in die vorm is zij gewoon een inschatting van hoeveel beschavingen er ooit geweest zijn in de Melkweg. Maar dat is voor ons niet interessant, want we willen nu rondluisteren en als er misschien drie miljoen jaar geleden een beschaving was, kunnen wij die nu niet meer horen. Dus wat je dan eigenlijk nog moet doen, dat is je moet dat geheel nog vermenigvuldigen met een inschatting van hoe lang zo'n beschaving blijft bestaan, gedeeld door de leeftijd van onze melkweg. En die L, dat is een van mijn favoriete termen, dat is een inschatting van hoe lang blijft een technologische beschaving bestaan. Eén die technologie bereikt heeft. En dat moet je normaal delen door de leeftijd van de melkweg. En nu komen we aan het wiskundig trucje van daarnet. Normaal gezien moest de eerste term moest dat zijn hoeveel sterren zijn er uh, in onze melkweg. Maar wat heeft Drake gedaan? Hij heeft hier dat gedeeld door de leeftijd van de melkweg, heeft hij naar hier geschoven. Hoeveel sterren zijn er nu gedeeld door de leeftijd? Kom je uit op hoeveel sterren worden er ongeveer geboren per jaar. En de reden daarvoor is dat dat een getal is dat we redelijk goed kennen. En dus dat je eigenlijk op die manier die formule een beetje verandert en een beetje gemakkelijker maakt. Voilà, en zo had Drake eh, zijn, zijn formule opgeschreven. Trouwens, voor de mensen die veel uh, conferenties doen en, en uh, lezingen gaan bekijken enzovoort, uh, dit is een flipchart. <laughs> Heb geen angst. Een flipchart is eigenlijk een uh, PowerPoint-presentatie die je live invult. Dus vandaar. En ze vragen mij dan: "Waarom doe je niet alles op PowerPoint?" Ja, ik heb het nu bij omdat ik een paar afbeeldingen wil laten zien, maar ik werk liever op de analoge dingen omdat PowerPoint meestal crasht. Zoals het spreekwoord zegt, ofwel werkt Windows op uw systeem, ofwel werkt Windows niet op uw systeem. En ja, vaak een soort kwantumsuperpositie van de twee. Maar bon. Alles we hebben nu onze volledige formule. En eigenlijk, als je hier alle juiste getallen voor invult, dan kan je eigenlijk perfect zeggen: van kijk, er zijn zoveel technologische beschavingen in onze Melkweg. Drake en zijn vrienden hebben dat gedaan op die conferentie in 1961. Ze hebben al die getallen ingevuld, ongeveer een inschatting gemaakt, en hun conclusie was: 10.000. 10.000 technologische beschavingen in onze Melkweg. Er was groot enthousiasme toen. Misschien ook groot optimisme, dat weet ik niet. Intussen zijn de cijfers bijgesteld en de inschatting is nu twee. Um, en wij zijn daar één van, dus misschien is er niemand anders. Nu, bij die twee moet ik eigenlijk al een gigantische kanttekening zetten. De foutenmarge op die inschatting is immens. Dus zoals ik al zei, en we gaan straks eens in detail over die formule gaan. Zoals ik al zei, over die drie factoren kunnen we heel veel zinnige dingen zeggen. Hoeveel sterren er zijn, hoeveel planeten enzovoort. We hebben de voorbije tientallen jaren gigantische vooruitgang geboekt op deze drie stappen. Vanaf hier is het allemaal giswerk. Want wij hebben in onze Melkweg maar één voorbeeld van een planeet waar leven ontstaan is en intelligent geworden is en een beschaving ontwikkeld heeft. En dat is bij ons. En ik denk dat alle statistici weten: als je, als je testgroep maar uit één persoon bestaat, dan is je foutenmarge immens. Er is wel goed nieuws. De uitkomst van de formule van Drake is zeker niet nul. Kan niet, want wij zijn er. Dus dat is op zich al het spectaculair. Het is zeker niet nul. En het feit dat het dan slechts één zou zijn, alleen wij, zou eigenlijk nog spectaculairder zijn dan als er toch nog anderen zijn. Dus mijn vermoeden is dat er nog anderen zijn. Bon. Die formule was opgesteld. Ze kwamen uit aan een redelijk hoog getal. En ze zeiden: van oké, okay, als wij detecteerbaar zijn voor andere beschavingen, moeten wij misschien ook eens gaan rondluisteren of we niets opvangen. En dat is wat tot op de dag van vandaag nog steeds gebeurt. Drake heeft een gigantisch telescoop gebouwd. En die speurt constant de hemel af om te luisteren: zijn er ergens radiosignalen? Um, er is in al die tijd uh, niets gehoord. Behalve één keer: één keer uh, ja, is er. Iets. Er is iets opgevangen, maar ze weten nog niet precies wat. En dat is dit. En dat heet in het vakjargon het wau-signaal. Wow uh, voor de mensen die uh, misschien uh, ja, in de wetenschappen zaten, zo in de jaren 70 en 80, wat je hier ziet, dat is de typische output van uh, jaren 70 en 80 uh, apparatuur. Namelijk, daar kwamen gewoon getalletjes in. En wat je eigenlijk ziet, dat is hoe, uh, hoe, sterk, hoe sterk het signaal is in het radiospectrum. En je leest dat zo van boven naar onder, je ziet 1, 1, 1 enzovoort, en dan hier een beetje meer, 2, 4, 1, 1 enzovoort. Dat is eigenlijk gewoon ruis. Als je dat, als je dat zou uittekenen, dan zie je een beetje dit. Zo. En dat is gewoon achtergrondruis van het universum. Je kan dat zelf ook zien als je je TV zo tussen twee posten zet en je ziet al die sneeuw. Dat is eigenlijk dat. Dat is zo 1-1-0-0, enzovoort, enzovoort. Trouwens, als je je televisie op de ruis zet, dan kijk je op je tv voor een bepaald percentage naar de echo van de Big Bang. Dus een, een deel van die ruis is eigenlijk de echo van de Big Bang. Dus ik denk, nog interessanter dan naar thuis kijken, echo van de Big Bang op je televisie, uren aan een stuk. Nu, wat ze eigenlijk zoeken als ze rondhoren in dat radiospectrum, dat is een signaal dat afwijkt van die ruis en dat lijkt alsof het um, geproduceerd is, alsof het echt gestuurd is. En dat is dan typisch iets zoals je hier ziet. Dat gaat onmiddellijk naar zes. En wat doen ze als de getalletjes op zijn, als het hoger gaat dan 9, dan schakelen ze over op de letters. Dus je hebt eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dan A, B, C, D enzovoort. En je ziet dat het gaat naar 6, dat gaat dan ook naar E, naar Q, naar U, terug naar beneden en dan naar 5. Als je dat uittekent, dan krijg je eigenlijk allemaal ruis en opeens doet dat signaal dit: Whoops. En dat ziet er op zich intelligent gestuurd uit. En daarom dat de man die op dat moment dat aan het analyseren was, dat hij daar ook een grote cirkel rondgetrokken heeft en er dit grote 'wow' bijgeschreven heeft. En dat was het 'wow' signaal. Er was zeer veel opwinding, want ze dachten dat ze toen de aliens gehoord hadden. Uh, sindsdien is dat stuk van de hemel afgespeurd op alle mogelijke manieren en er is niets meer vernomen. Dus waarschijnlijk het zou het een foutje geweest zijn of een reflectie op een vliegtuig of, uh, of gelijk wat. Ik kan misschien nog even kijken. Ja, hier zien we het. Als er mensen zijn die thuis vanavond willen zoeken, het was daar. Dat is de sterrenhemel en daar is het wouw signaal opgevangen. Dus eh, als je ooit ontvoerd wordt door aliens, de kans is het grootst momenteel dat het naar daar zal zijn. Maar we zijn daar verder nog eh, niet zeker van. Oké, okay. we waren inderdaad hier bij de formule van Drake. Zo. En dat is een andere formule van Drake. Het is niet mijn arm. Het is niet mijn arm, maar je ziet, ze heeft grote fans. En eh, dat is er duidelijk een van de formule van Drake. Goed, voilà. Dat is het punt waarop we nu staan, die formule is opgesteld, de inschatting was toen 10.000, de inschatting is nu 2. We zijn aan het rondluisteren, we horen iets. Wij sturen ook gericht boodschappen uit trouwens. Dus af en toe vanuit dat, radio, vanuit dat radiostation wordt er een soort, hallo wij zijn hier, uitgestuurd naar plaatsen in onze melkweg waarvan ze denken van oké, okay, daar zijn bewoonbare planeten enzovoort. Er is nog geen antwoord gekomen, ook omdat dat redelijk lang op zich laat wachten. Dat reist aan de snelheid van het licht. En dus, ik zeg het, wij zijn nu ongeveer 70 jaar bezig met echt redelijk luide radiosignalen uh, uit te sturen. De melkweg is 100.000 lichtjaar breed. Dus wij zijn nog maar hoorbaar in een minuscuul klein deel van de melkweg. Dus als je bijvoorbeeld kijkt zo op, op 20 lichtjaar van hier, als ze dan naar ons aan het luisteren zijn, dan kijken ze zo naar de, de eerste reeks van die Team. team zien ze dan eigenlijk op hun tv verschijnen. Dan denken ze waarschijnlijk, daar gaan we niet heen. Die hebben nog een beetje ontwikkeling te doen. Maar uh, laten we eens in detail over die formule gaan, want ik zeg het uh, vooral, de termen waarover niets zinnig te zeggen valt zijn razend interessant. Het aantal sterren die geboren worden in onze Melkweg, geen enkel probleem, 7. Tot hiertoe gaat alles goed. Dus dat weten we redelijk goed, dat is zeven. De fractie van sterren met een planeet, het lijkt erop, de inschatting van Drake was tussen de 20 en de 50 procent. Intussen. Denken we dat dat richting 100% gaat. Het lijkt erop dat bijna alle sterren planeten hebben. Je leest dan af en toe in de krant van: er is een nieuwe planeet ontdekt ergens rond een ster. En dan staat er een hele mooie tekening bij, van een soort blauwe bol met strepen erop, enzovoort. Um, die tekening dat is gewoon gemaakt door een kunstenaar, door een artiest. Want die planeet hebben ze natuurlijk nooit gezien. En de vraag is dan, hoe ontdekken ze nu in godsnaam een planeet rond een andere ster? Onze telescopen zijn daar niet sterk genoeg voor. Want wat gebeurt er? Je weet misschien, als je naar een planeet kijkt uit ons eigen zonnestelsel, zelfs met een, met een, ver, met een heel goede verrekijker, kan je al zien dat dat een heel klein bolletje is, soms. Wat gebeurt er nu als je met een verrekijker naar een ster kijkt? Een ster dat is gewoon een lichtpuntje. Niet meer dan dat. Dat is geen schijf of zo, dat is een lichtpuntje. Dus wat heb je dan nodig? Een hele grote telescoop. En als je daarmee naar een ster kijkt, dan is een ster gewoon een lichtpuntje. Dus wat heb je nodig? Een nog groter telescoop die je bovenop een berg in Hawaï bouwt. En als je daarmee naar een ster kijkt, dan zie je een lichtpuntje. Dus wat doen ze dan? Ze maken nog een groter telescoop. Ze schieten die in een baan rond de aarde, geen atmosfeer meer. Ze laten die uren en uren op hetzelfde punt kijken en dan eindelijk zie je een lichtpuntje. Dus als wij kijken naar sterren, zien we niet meer dan een lichtpuntje. Hoe kunnen ze daar dan uit afleiden dat er een planeet rondhangt? Wel, uh, dat lichtpuntje dat is maar een puntje, maar dat heeft wel een bepaalde intensiteit. Je weet hoe, hoe hard dat ongeveer schijnt. Dus wat doe je? Dit is de intensiteit, zo. En dat is dan uh, de tijd die voorbij gaat. En je ziet van oké, okay, die ster schijnt ongeveer zo hard. En af en toe zien we het volgende, intensiteit van de ster, en opeens doet hij zo. En eventjes later weer zo. Zo. En dat is de ontdekking van een planeet. Want wat gebeurt er? Je hebt hier je ster. Zo. Daar komt licht uit. En als er een planeet in een baan langs die ster passeert, dan komt er een moment dat die hier opeens langzaam voor die ster schuift. En dat is het moment dat die intensiteit langzaam naar beneden gaat tot hier. Tot als die daar volledig voor hangt. En gedurende heel die transit blijft die intensiteit hier hangen. En als die terug weggaat, dan gaat dat terug omhoog en dan is die gepasseerd. En als je dan ziet dat dat een heel vaste periode heeft, dan ken je de omlooptijd van die planeet rond die ster. En dus dat is het enige wat ze gezien hebben op het moment dat je leest in de krant een nieuwe planeet ontdekt, dan hebben ze dat gezien. Het probleem is dat dit publiceren in de krant, daar kijken weinig mensen naar. Het is leuker om daar een mooie blauwe bol met wolkjes en dat soort dingen bij te zetten. Nu, euh, als er hier mensen zijn die zeggen van, oh. Ik wil ook wel eens een planeet ontdekken. Geen enkel probleem, dat kan. Dan ga je gewoon naar de website planethunters.org. En daar kan je gezellig meehelpen met het ontdekken van planeten. Zo, daar gaan we. Ik heb hem hier opengezet. Planethunters.org. Ready to discover new worlds. Het is eigenlijk, het is een deel van het Zooniverse Project. Kent iemand het Zooniverse Project? Zooniverse? Ja, proficiat. Nee, niemand anders. Zooniverse is begonnen in Engeland. Het was een doctoraatstudent en um, hij, hij wilde doctoreren op melkwegen en de vorm van melkwegen. En dus hij ging bij zijn professor, de eerste dag van zijn doctoraat, en de professor zei van, ja, we hebben hier 50.000 nieuwe foto's van melkwegen, neem ze maar mee naar huis. Jij moet ze catalogiseren of ze schijfvormig zijn, um, um, spiraalvormig of sigaarvormig. 50.000. Dus student gaat naar huis, doctoraatstudent. En die gaat dus 50.000 foto's gewoon kruisje zetten. Welke vorm heeft die? Bon. Uh, na drie maanden is hij daarmee klaar. Hij gaat terug naar zijn professor, een beetje trots. En hij zegt van hier zijn ze allemaal gecatalogiseerd. Bam. En de professor zegt, fantastisch, goed gewerkt. Hier zijn er nog 50.000. En hij dacht bij zichzelf, hij was daarover aan het praten met een vriend op café. En hij zei van eigenlijk waren die eerste duizend wel leuk. Want je ziet, je ziet foto's van melkwegen en je bent aan het kijken en oh, dat ziet er plezant uit. Maar daarna werd het saai. Dus dacht hij, waarom doet niet, in plaats van dat ik er honderdduizend doe, waarom kan niet iedereen er duizend doen? En die heeft gewoon een website gemaakt, die heet Zooniverse, en die heeft daar al die foto's opgezet. En iedereen die wou, die een momentje vrij had, die kon gewoon naar die website gaan en dan gewoon catalogiseren van oké, okay, deze melkweg is cirkelvormig, deze is ellipsvormig, enzovoort. Zolang je zin had, en dan stop je daarmee. Natuurlijk, ze laten dat aan meerdere personen zien, zodat de fout er een beetje uitgemiddeld wordt. En dat werd immens populair. Ik heb daar zelf ook hele avonden melkwegen op, terwijl jullie dronken in de overpoort rondliepen. zat dus ik melkwegen te catalogiseren. Um, en dat, dat heeft immens goed gewerkt. Dat was een zeer, een, een zeer populair project. Ik vind het zelf... Bijna poëtisch, want die foto's die daarop komen, die komen rechtstreeks van de telescoop op uw computer. Wat wil zeggen dat die langs geen enkel ander mens gepasseerd zijn. Dus goed, ze worden aan meerdere personen getoond, en ze worden zo aan 10, 20 personen getoond, maar als je lang genoeg doorklikt op Zooniverse, op die melkwegen, dan kan je op het einde van je avond zonder enig probleem concluderen. Ik heb nu als eerste mens ooit een bepaalde melkweg gezien. Waar misschien ook leven in zit, wie weet. Maar dus dat is zo. Als je, als je maar lang genoeg op Soonavers doorklikt, dan ben je voor bepaalde melkwegen ben jij de eerste mens ooit die die gezien heeft. En zelfs nog gecatalogiseerd. Goed, dat Soonavers-project was zo lang populair dat dat echt geboomd is. En dat dat nu voor allerlei andere wetenschappelijke dingen ook gebeurt. Je kan tegenwoordig vissen kan um, determineren op de bodem van de Atlantische Oceaan. Allemaal foto's die daar getrokken zijn. Je kan Andes stellen in uh, natuurgebieden in Zuid-Amerika. Je kan de gekste dingen doen en je kan ook uh, jagen naar planeten. Voila, hier. Zo, ik krijg nu gewoon een grafiek. Een soort intensiteitsgrafiek die we daarnet gezien hebben. Die is een beetje krommer omdat die ster waarschijnlijk uh, wiebelt of misschien een dubbelster is. En dan kan je hier klikken. Ja, ik zie niet echt een uh, planeetovergang. Oké, okay. toon mij maar de volgende. Dan krijg je daar de volgende. Hier zie je zo een paar puntjes, maar dat ziet er meer uit als iets dat omhoog gaat in plaats van naar beneden. Ik denk van ja, hier ook geen planeetovergang. En zo ga je gewoon de hele avond door, tot je plotseling hier en daar zo toch eentje ziet. En dan kan je die aanduiden, worden die naar de professoren gestuurd. En zo kan je dus uh, van thuis uit, als je wil, als je daar zin in hebt, uh, planeten gaan ontdekken. En nu moet ik terug naar die PowerPoint en ik zou niet weten hoe... Zo! Ja, inderdaad. Voilà. Um, als je een planeet mee helpt ontdekken, dan word je zelfs mee op de publicatie gezet. Dus dan ben je een van de auteurs en dan heb je eh, samen met de auteur een planeet ontdekt. Goed, um, in die formule van de vergelijking van Drake um, zit natuurlijk ook nog die term NE, namelijk een aardachtige planeet. Het is niet genoeg dat er een planeet rond een ster draait, het moet er ook nog eentje zijn die geschikt is voor het leven. En daarom zoeken we planeten die hangen in de goudlokjeszone. Kent iemand het sprookje van goudlokje nog? Het meisje dat binnenkomt in het huis van de beren en de eerste pap is te koud en de tweede pap is te warm en de derde is net goed. En dat is wat we zoeken bij een planeet. We zoeken een planeet die niet te koud is en niet te warm, maar net goed. En dus als je kijkt naar een ster, uh, aan het spectrum van een ster kan je aflezen welke temperatuur ze heeft. Aan uh, die periodiciteit van dat rondvliegen weet je ongeveer hoe ver die planeet van die ster hangt. En dan kan je inschatten is het daar te warm of te koud of net goed. En zo zoeken ze naar planeten in de goudlokjeszone. Uh, bijvoorbeeld de aarde en Mars hangen in de goudlokjeszone van de zon. Welkom in de goudlokjeszone iedereen. Ja, dat, dat doet deugd om te weten dat je in de goudlokjeszone bent. En dus zoeken ze naar aardachtige planeten. En de inschatting van hoeveel aardachtige planeten er ongeveer zijn per ster met planeten is 2 tot 5. In ons zonnestelsel, met een beetje optimisme, zou je kunnen zeggen uh, vier. Namelijk wijzelf, de Aarde. Venus en Mercurius veel te warm, dus dat gaat niet. Wijzelf, de Aarde, Mars eigenlijk ook. En zeker als de zon nog een beetje gaat uitzetten over miljarden jaren, de zon gaat uitzetten, de Aarde zal te warm worden en dan zal Mars eigenlijk een heel goede temperatuur krijgen. Maar er zijn nog andere plaatsen ook in ons zonnestelsel waar leven zou kunnen voorkomen, zeer hypothetisch. En dan gaat het over uh, uh, twee manen van Jupiter, Io en Europa. zou kunnen. Europa is een ijsmaan, dus een gigantische ijsbol. Maar ze zijn vrij zeker dat er onder die ijslaag dat daar een oceaan zit. En als er genoeg warmte uit de kern van die maan komt, door warmwaterbronnen of dat soort dingen, dan zou het kunnen dat daar leven in ontstaat. Allemaal zeer hypothetisch natuurlijk, maar dat is niet uitgesloten. Meer zelfs... Ja, die zoektocht naar buitenaards leven, die klinkt allemaal een beetje dat klinkt allemaal een beetje gek en zo van ja, dat zijn de UFO believers enzovoort, maar die is op zich die is echt bezig. Die wagentjes die nu rondrijden op Mars, die zoeken naar sporen van is hier ooit leven geweest? En Mars is ons dichtste buurman. Dus zelfs van de planeet vlak naast ons kunnen we nu nog niet zeggen dat er is nooit leven geweest. En hetzelfde gaat op, gaat op voor die maan van Jupiter, Europa. Je hebt dan een gigantische ijslaag, daar zit een oceaan onder. Wij weten niets van die oceaan. Stel dat daar walvissen rondzwemmen, dan weten wij dat niet. Dus zo onwetend zijn wij momenteel over het ontstaan van het leven en leven elders. Het zou kunnen dat er intelligent leven in Europa is. Als je dat in Amerika zegt, dan denken ze van... Ja, nee, we denken het niet. Maar bon, ja, dus misschien intelligent leven in Europa. Dus uh, vandaar het aantal aardachtige planeten en de inschatting is tussen de 2 en de 5, ongeveer. Goed, dan hebben we het saaie gedeelte gehad, namelijk het gedeelte waarover zinnige dingen te zeggen zijn. En dan gaan we nu over naar het spannende gedeelte, namelijk wat is de kans dat leven ontstaat op het moment dat de omstandigheden juist zijn om leven te doen ontstaan. En nu wordt het gezellig. Uh, vanaf nu heb je voor elke formule optimisten, uh, voor elke factor heb je optimisten en pessimisten. En Drake was een gigantische optimist, want hij zei 100%. Dus zijn redenering was: eens alle omstandigheden juist zitten. Temperatuur is juist, er is water aanwezig, er is genoeg koolstofchemie aanwezig enzovoort, dan zal leven bijna als een regel vanzelf ontstaan. En hij had daar één zeer goed argument voor. Zo is het op de aarde gebeurd. Vanaf het moment dat de omstandigheden juist waren op aarde, is het leven bijna direct ontstaan. Wat heel bizar is. Die aarde had evengoed nog heel lang in een soort dode status, tot er iets heel toevallig gebeurde waar het leven ontstond, maar het is vrijwel direct ontstaan. Um, of dat de regel is of niet, dat weten we niet natuurlijk. En dat is het mooie aan die, die, die bijna magische overgang tussen dode ruimtechemie en effectief georganiseerd leven. We zitten daar. We weten veel over ruimtechemie. We zijn onlangs nog op een komeet geland. En we hebben daar ook gezocht naar koolstofverbindingen. En die zijn daar. Er wordt zelfs gedacht dat daar aminozuren aanwezig zijn. Die de basis zijn voor de eiwitten. En dus je weet van oké, okay, je, je hebt ongeveer wat je nodig hebt om DNA en eiwitten en zo te doen ontstaan. En ook aan de andere kant, we hebben onze vorm van leven. En we hebben al redelijk ver kunnen terugrekenen naar. Waar komt dat vandaan? En we zitten al naar het eencellige en het DNA en het RNA. En dan heb je daar zo die bizarre overgang van dode ruimtechemie naar de absolute basisvorm van leven, waar we eigenlijk niets over weten. Een soort magisch moment. En ik bedoel magisch in een spreekwoordelijke zin. Ik geloof niet dat daar een of andere Gandalf dan met een stok gezwaaid heeft die dat alles door ontstaan heeft, dat denk ik niet. Maar er is een soort moment waar we nog niet weten wat er gebeurt. En dat zorgt ervoor dat we niet weten of die factor nu 100% is of een kans van 1 op een miljard. Het kan eigenlijk alle twee. Als je geïnteresseerd bent in dat hele gebeuren, in de chemische overgang van ruimtechemie naar leven, dan is daar een prachtig boek voor um, over gemaakt door een Belgische uh, Nobelprijswinnaar. Uh, meer zelfs, um, de uh, enige Nobelprijswinnaar die nog in leven was tot uh, kort voor François Anglaire de Nobelprijs gewonnen heeft: en dat is Christian de Duve. Uh, een uh, wetenschapper die, die echt aan de basis gelegen heeft van heel de celbiologie en de moleculaire biologie, Belgische wetenschapper, Nobelprijs in de geneeskunde gekregen. En hij is uh, overleden, ik denk, zes maanden voor uh, François Anglais zijn Nobelprijs gekregen heeft. Dus wij zijn zes maanden lang een land zonder Nobelprijswinnaar geweest, maar nu is alles terug opgelost, voor zolang uh, François gezond en wel is. Maar ik kan het u absoluut aanraden. Het is een fantastisch boek. Het is zelfs een van de standaardwerken over dat soort dingen. Helaas nog niet vertaald in het Nederlands. Misschien moeten we eens een Kickstarter-project starten om daar eindelijk een Nederlandse vertaling van te maken. Um, goed. En dan zitten we al aan de volgende term. Nou, even kijken. Dus, aantal aardachtige planeten. De uh, kans dat er leven ontstaat. En dan alweer een heerlijke term. Wat is de kans dat dat leven uitgroeit tot intelligent leven? Bijzonder spannend. Alweer optimisten en pessimisten. De optimisten zeggen 100%. Dat was ook wat Frank Drake zei. Hij ja, was redelijk optimistisch. Vandaar ook zijn getal 10.000 helemaal in het begin. Hij was redelijk optimistisch en hij zei... Volgens de wetten van de evolutie, vanaf het moment dat leven ontstaat, wordt dat steeds sterker en ook intelligenter. En dan moet daar uiteindelijk een intelligente diersoort uitkomen. Zo is het toch ook op de aarde gebeurd. Er zijn pessimisten en die zeggen van, uh, uh, eventjes kalmeren, uh, meneer Drake. Er zijn miljarden diersoorten geweest op de aarde en het is maar één keer gelukt. En dat zijn wij. En zelfs dat is nog af en toe niet helemaal in orde. Maar er valt voor alle twee iets te zeggen. Nu, die 100% die lijkt mij eigenlijk veel te optimistisch. Want als je kijkt naar evolutie, eigenlijk is intelligentie niet echt een grote drijfveer in de evolutie. Op het moment dat je het bereikt hebt zoals wij, wel. Maar de stappen daar naartoe maken niet zoveel uit. Ik weet niet of in de tijd van de dinosaurussen, of je zoveel meer overlevingskans had als je iets intelligenter was dan de anderen. Sterker zijn en zo was veel belangrijker. En dat is misschien wel het grootste argument om daar niet te optimistisch in te zijn. Die dinosaurussen die hebben hier belachelijk lang rondgelopen: 400 miljoen jaar. En ze zijn niet verder geraakt dan een soort groot beest met tanden dat de rest uit elkaar scheurde. Met hersentjes van zo groot. Dus intelligentie is niet zo'n belangrijke drijfveer in de evolutie. Om gewoon om even een duiding te geven van hoe belachelijk lang die dinosaurussen hier alles voor het zeggen gehad hebben, de Tyrannosaurus rex is jullie allemaal bekend. De Tyrannosaurus rex staat zowel in tijd als genetisch veel dichter bij de kip dan bij de Stegosaurus. Dus als je een kip ziet lopen, dan kan je zeggen van, oh, daar hebben we een neef van de Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus leefde 60 miljoen jaar geleden, de Stegosaurus was 400 miljoen jaar geleden. Dus die liggen uh, 340 miljoen jaar uit elkaar. En de huidige kip ligt maar 60 miljoen jaar van de Tyrannosaurus. Dus de dinosaurussen die hebben hier de hele tijd rondgelopen, die zijn miljoenen jaren oerdom gebleven. Dus ik denk niet dat intelligentie echt zo'n drijvende factor is. Bij ons is het wel gelukt, redelijk goed zelfs, vind ik zelf. Ik uh, bedoel, als mensheid, hè. ik heb het niet over mezelf. Um, <laughs> Maar je kan, je kan je daar eigenlijk wel vragen bij stellen, van, vanaf wanneer wordt dat interessant? En ik denk bijvoorbeeld, dat is een vermoeden natuurlijk, ik denk dat intelligentie pas echt interessant wordt eens je ook goed, eens je goed met fijne motoriek kan werken. Bijvoorbeeld dolfijnen zijn intelligente dieren. En je zou kunnen zeggen, van, weet je wat, stel we roeien de mensheid uit, het is maar een suggestie, we roeien de mensheid uit en we gaan eens kijken wat de volgende diersoort is die intelligenter wordt. En er zijn een paar diersoorten die het al zeer goed doen. Dolfijnen, varkens zijn redelijk slim, kraaiachtigen zijn verrassend slim. Um, en je zou dat kunnen zeggen van: wat gaat er gebeuren? Ik denk persoonlijk dat een dolfijn, aangezien die vinnen heeft, dat die ergens op een limiet stoot, waarbij intelligentie weinig meer uitmaakt, want hij kan niet echt werktuigen gebruiken enzovoort. Dus ik denk dat zo fijne motoriek vrij belangrijk is. Dus wat dat betreft de wasbeer. Hou hem in de gaten. Wasberen kunnen heel goed met vingertjes werken, stel dat die slimmer worden en die kunnen werktuigen gebruiken enzovoort. Laat ons daar vooral voor. Het moment dat iemand een wasbeer met een vork ziet, bel naar de FBI, want vanaf dan moeten we op onze goede beginnen zijn. Maar goed, alleszins dus die factor: wat is de kans dat leven ook evolueert tot intelligent leven? Onze inschatting ligt tussen 100% en een kans van 1 op 100 miljard. Daar ongeveer. Um. En dan kom je naar die volgende factor. Alweer, stel er is intelligent leven ontstaan, wat is de kans dat die een beschaving gaan uitbouwen? Ook alweer heerlijk om over te filosoferen en over na te denken. Wij bestaan als mens in onze huidige vorm, het gaat over een technologische beschaving, dus over radiogolven enzovoort. Wij bestaan 200.000 jaar als mens. Dat wil zeggen, als je met een teletijdmachine 200 jaar teruggaat in de tijd, we hebben nog geen teletijdmachines trouwens. Maar zoals men zegt onder nerds, what do we want? A time machine, when do we want it? That's irrelevant. <coughs> Stel, je hebt een teletijdmachine en je gaat 200.000 jaar terug en je steelt daar een kind van een oermensenstam en je flitst dat weer helemaal terug naar hier en je voedt die gewoon op als je eigen kind. Geen enkel probleem. Die kan alles wat wij kunnen. Die kunnen met een tablet werken, en die kunnen met een iPhone werken, enzovoort. Ze zijn even intelligent als wij. En toch heeft het 200.000 jaar geduurd we radiotechnologie ontwikkeld hebben. Dus het is helemaal niet zo zeker dat als een diersoort intelligent wordt, dat die ook effectief tot technologie komt. En het feit dat wij, wij, hebben nu, wij hebben die technologie nu voor, voor 70 jaar, dat is niets, die 70 jaar. Je moet je altijd de vraag stellen, stel dat er in de middeleeuwen dat de hele beschaving ergens een beetje vertraagd was. Door weet ik veel, een, een, een vreselijke oorlog of een gigantische ziekte, dat de beschaving een klein beetje vertraagd was. En dan hebben we het maar over vijftig over, over jaar, dat is geen enkel probleem. Of over honderd jaar. Een vertraging van honderd jaar op die 200.000 jaar menselijke evolutie, dan hadden wij nu net een auto uitgevonden. Dus wij, wij leven in een tijd waarin die ontwikkeling zodanig snel gaat. Dat dat, ja, trouwens, wat dat betreft kan ik uh, alweer een nieuw boek aanraden, en dat is uh, het boek Sapiens van Hariri. Een uh, Israëlische professor. Heeft iemand het al gelezen? Hier, Sapiens. Dat is, uh, dit is mijn favoriete wetenschapspopulariserende boek van dit jaar. Sapiens. En hij overloopt eigenlijk de volledige geschiedenis van de mensheid. Dus van in de oertijd tot nu. Met de dingen die gebeuren en, en met de ontwikkelingen, en waar hij denkt dat echt de grote stappen gezet zijn enzovoort. En ja, wat heb je dan? Bijvoorbeeld, stel dat je ergens in zo midden in de middeleeuwen geboren bent, en je wordt alweer met diezelfde teletijdmachine, wordt je 300, 300 jaar vooruit of achteruit geflitst. Dat zal een beetje raar zijn. En er zullen bepaalde gebruiken veranderd zijn, maar je kan zonder probleem gewoon in de maatschappij stappen en meedoen met die landbouw en met die handel en met alles wat je wil. Als je vandaag de dag. Twintig jaar teruggeflitst wordt. Ja, die verandering dat is immens. 20 jaar terug, het internet was eigenlijk net ontstaan. Alle telefoons hingen met een draad aan de muur. Stel je voor, je moest draaien aan die knoppen. Om, om, ja, Zelfs 10 jaar terug, 10 jaar geleden, Facebook bestond nog niet. Dus je wordt 10 jaar teruggeflitst en zegt van oh, wat is er doen vanavond? Ga eens kijken op Facebook, dat gaat niet. De, 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 de best mogelijke smartphone was zo'n Blackberry met knoppen erop, met echte knoppen. Je kon niet eens op dat scherm tikken. Als je, als je muziek wou kopen, moest je naar de winkel. En dat stond op een metalen schijfje. Stel, dat is tien jaar geleden. Dus die ontwikkeling gaat momenteel zodanig waanzinnig snel dat dat bijna niet te bevatten is. Um, goed, het ene verhaal is: stel dat in de middeleeuwen alles een beetje vertraagd was, dan zaten we nu nog gezellig met paard en koets rond te rijden, geen enkel probleem. Het omgekeerde had ook kunnen gebeuren. Het had door een of ander toeval allemaal veel sneller kunnen gaan en dan woonden wij nu misschien ergens al in de ruimte, want wie weet er nog wanneer de stoommachine is uitgevonden? Ongeveer, kleine verrassing, 40 voor Christus. Huh? <laughs> ja, uh, veer, ik, ik weet niet of het wacht door 40 voor of 40 na ergens rond voor Christus. In die buurt. Uh, wat is gebeurd? Een uh, Griekse wetenschapper en ik moet even nadenken, ik denk dat het Zeno was, maar ik ben het niet zeker. Een, een Griekse wetenschapper, de Grieken waren zo nogal bezig met ja, wiskunde en dingen bouwen en zo, machientjes, dat was allemaal plezant. Er was dus een Griek, en wat had hij gedaan? Een grote metalen bol gemaakt, zo, en die aan een soort uh, uh, as gehangen. Ziezo. Dus dat is een as, dat is een grote metalen bol, en die kan zo ronddraaien rond die as. Wat heeft hij vervolgens gedaan? Hij heeft hier zo'n buisje opgezet dat naar achter gericht was. En hier een buisje dat naar beneden gericht was. Zoiets. Of het zal misschien uh, gedraaid geweest zijn, maakt niet uit. Dat is voor ingenieurs. Ik hoef me dat niet aan te trekken. Goed. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft die bol gevuld met water en daar dan een vuurtje onder gestookt. Dus wat gebeurt er? Water begint te koken, dat wordt stoom. Die stoom komt uit die buisjes en die bol begint gewoon keihard rond te draaien. Oh, dat was een leuk trucje voor de Grieken. En ze hebben dat één keer gebruikt om een tempelpoort mee te openen. Ze hebben hier dan zo'n een, zo een, een, ketting of een aandrijfriem aangehangen en dan naar een tempelpoort. En dat was een fantastisch trucje. Hè? Dus de priesters kwamen eraan en het vuur werd opgestoken onder de bol. De bol begon te draaien en de tempelpoort ging open. Wauw, heel tof. De volgende dag hebben ze gewoon een ander trucje verzonnen. Maar dat was een stoommachine in die tijd. De reden waarom, de, de reden volgens nu vermoed wordt, waarom die industriële revolutie zo lang op zich laten wachten heeft. Is eigenlijk simpelweg slavernij. Waarom zou je zo'n bol bouwen als je dertig slaven ter beschikking hebt? Dus voor de Romeinen en voor de Grieken enzovoort was dat allemaal niet zo belangrijk, die machines die dingen vanzelf konden doen. Maar gewoon de denkoefening, dat er toen een Griek was die zei van Tja, daar zit eigenlijk wel iets in. Laat ons dat eens een beetje groter bouwen en een beetje anders. En de Grieken waren goed genoeg met wiskunde om te gaan bekijken van, hoe kunnen we dat nog efficiënter kunnen maken, enzovoort. Dan was heel onze technologische ontwikkeling misschien met 1500 jaar vervroegd. Had allemaal gekund. Dus we leven nu op een zeer spannende tijd en die speling die erop zit, is immens. Maar dat heeft allemaal dus te maken met die factor: wat is de kans dat een intelligent wezen ook effectief zo'n technologische beschaving uitbouwt, hier, die FC. En je kan daar. Je kan daar Heel veel over speculeren. Je kan daar geen zinnig woord over zeggen, want die foutenmarge is immens, maar je kan daar heel fijn over filosoferen. Uh, goed, en dan hebben we dus mijn favoriete term van de volledige vergelijking van Drake. Stel dat een intelligent wezen opeens een uh, technologie en een beschaving ontwikkeld heeft, een soort uh, technologische beschaving ontwikkeld heeft, hoe lang blijft die dan bestaan? En ja, daar kan, je, uh, daar kan je heerlijk over doorbomen natuurlijk. Alweer optimisten en pessimisten. Uh, de pessimisten zeggen, eens een diersoort een bepaalde technologie ontwikkelt, dan gebruikt ze die in de eerste plaats om zichzelf te vernietigen. Dat was een zeer populair standpunt zo in de Koude Oorlog. Enzo, hè, toen Ze dachten van, oké, okay, ja, hoera, we zijn slim geworden, we maken nu genoeg atoombommen om heel de aarde plat te bombarderen. Yeah. Um, Goed, klimaatopwarming is nog zoiets. Ja, we hebben onze technologie ontwikkeld en de gevolgen daarvan zijn redelijk spectaculair en we zijn blijkbaar nog niet in staat om daarin in te grijpen. Carl Sagan, de grote wetenschapspopularisator van Amerika, die, was, die praatte heel veel over de formule van Drake en hij noemde dat gevaar, het feit dat we onszelf zouden vernietigen met onze eigen technologie. Hij noemde dat de gevaarlijke mix van technologie en instinct. Dus de redenering van de pessimisten is een diersoort die evolueert naar een intelligente diersoort, die komt altijd op een punt dat ze al slim genoeg is om technologie te ontwikkelen, maar dat ze wel nog vol zit met instincten die leiden tot agressie jegens elkaar. Als je de krant openslaat, zie je een heel mooie beschrijving van wat dat is. En dat is ook zo. Wij zitten nog vol met instincten en agressie en stammenoorlogen en alles wat je wil, maar we kunnen wel al atoombommen bouwen. En dus volgens de pessimisten is dat een punt waarop elke evoluerende diersoort terechtkomt en dus zichzelf vernietigt. En de pessimisten denken van een technologische beschaving bestaat maximum 50 jaar. Wij zijn al 70 ver, dus hoera, proficiat voor ons. Dat hebben we goed gedaan. En dan heb je de optimisten en de optimisten zeggen vanaf het, vanaf het moment dat een, een, een beschaving een bepaalde grens van technologie bereikt, blijft ze voor altijd bestaan. Dat zijn de optimisten. En dus wat die zeggen dat is, er zijn heel veel gevaren voor een diersoort, komeetinslagen, zware ziektes eh, enzovoort. Maar hoe meer we weten, hoe meer we stap voor stap elk van die gevaren kunnen oplossen. Zoals hele grote zware epidemieën, die vroeger misschien fataal zouden geweest zijn voor de mensheid, zouden we nu waarschijnlijk al kunnen opvangen. Dat we toch blijven verder bestaan. Als er een komeet op ons afkomt en wij kunnen die op tijd detecteren, dan liggen de plannen nu al klaar om die weg te duwen is dus een planeet die op ons afkomt en wij weten dat op tijd. Bij de NASA liggen de plannen klaar om daar gewoon een, een klein raketje naar te sturen. En dan, die dan op de zijkant van die kometen zetten, en die een kleine duw te geven, dan verander je die baan en dan vliegt die mooi uh, langs ons heen. We gaan daar niet Bruce Willis naartoe sturen. Dus dat gaan we niet doen. Trouwens, Armageddon, de vreselijkste natuurkundefilm die ooit gemaakt is. Vol, vol met fouten. Maar uh, dat, uh, dat vindt u sowieso terug op het internet. Uh, ja, dus eens we intelligent genoeg zijn, gaan we voor altijd blijven bestaan, want we kunnen alle gevaren oplossen. Bijvoorbeeld zelfs het moment dat de aarde wordt opgegeten door de zon. De zon wordt steeds groter en wij weten nu van oké okay, ja, uh, uh, over enkele miljarden jaren gaat de, de zon eigenlijk de aarde opeten en dan kunnen we hier sowieso niet meer bestaan. En dan zeggen de optimisten, tegen dan wonen wij allang in de ruimte. Dus dan gaan wij gewoon ruimtekolonies bouwen en dan gaan wij elders gaan wonen. En een van de mooiste uh, dingen die ooit getekend zijn voor een ruimtekolonie, dat is de Stanford Heeft Iemand ooit een Stanford Torus gezien? Nee. Is, uh, uh, in de jaren 70 is het al getekend. Toen dachten ze van, oké, okay, ja, uh, al dat optimisme van uh, we zijn op de maan geland en we gaan wel verder gaan enzovoort. Dat is trouwens ook leuk. Hè. Dus sinds de maanlanding is er eigenlijk niemand meer verder dan 300 kilometer van de aarde geweest van de astronauten. Sorry. Uh, het, het ISS. Hangt op 300 kilometer van de aarde. Als dit de aarde is, stel dat dit de planeet Aarde is, dan hangt het ISS hier. Dat is ruimtevaart. En dus sinds de laatste maanlanding is er geen enkele mens verder geweest dan dit van de ruimte. We zijn er wel trots op hoor, want het is ongeveer zo hoog. Dus heel dat optimisme van, van toen, van, ja, en, uh, voor het jaar 2000 staan we op Mars enzovoort, daar is helaas niet van terechtgekomen. Maar in die tijd dachten ze wel van oké, okay, stel we gaan ruimtekolonies bouwen, hoe gaan we dat doen? Het grote probleem is en het vervelende is natuurlijk dat je daar geen zwaartekracht hebt en dat ze merken dat heel ons lichaam daar heel slecht op reageert en onze bloedsomloop en onze botten enzovoort. enzovoort. Dus ze dachten weet je wat, we gaan gewoon een grote donut bouwen. Een soort um, uh, gigantische cirkel zo. Een gigantische buis eigenlijk. Zo? Een hele grote donut. We gaan die bouwen en we gaan die uh, in de ruimte schieten. Nu, als u zich afvraagt hoe groot ongeveer, laten we zeggen dat dit ongeveer 1 km is, 1 km diameter. En dat dit dan ongeveer ja, 100 meter diameter is voor die buis. Een gigantische grote donut. En dan gaan we die gewoon laten ronddraaien. Dus we gaan die gewoon een snelheid geven dat die ronddraait. En dan krijg je overal aan de buitenkant een soort uh, middelpuntvliedende schijnkracht. Ik moet schijnkracht zeggen, anders krijg ik boze mails. Sorry daarvoor. Voilà. Dan krijg je een soort middelpuntvliegende schijnkracht. En als je die snelheid zodanig aanpast dat die exact overeenkomt met de zwaartekracht op de aarde, dan kan je daar gewoon in rondwandelen. En die plannen zijn gemaakt dus in de jaren zeventig. We gaan eens kijken waar ik ze hier staan heb. Hier zo. Voilà. Voila. Stanford Torres. Dus dit hangt dan in de. Hier. hier hangt de grote spiegel. Om het licht van de zon daar uh, in te weerkaatsen. En dat is dus een hele grote cirkel waarin we dan allemaal wonen op de buitenkant. En hier vliegen ruimteschepen die naar andere uh, kolonies vliegen of, uh, of dat soort dingen. Maar het leukste is natuurlijk hoe dat er uh, van binnen uitziet. En dat is dan zo. Dus dit is aan de buitenkant. En je hebt dan een zwaartekracht die naar beneden gaat. En je legt dat gewoon vol met aarde en grond en je laat daar riviertjes in lopen en je maakt daar meertjes in en daar groeien planten in. En dan wandel je gewoon hier over deze kant. En je ziet dat zo langzaam omhoog gaan. Als je voor je kijkt, dan zie je zo die cirkel langzaam omhoog gaan. En hier zijn allemaal glazen koepels en dan kijk je omhoog en dan zie je daar de Australiërs lopen aan de andere kant, die dan zo eigenlijk ondersteboven hangen. Dat zijn de plannen die in de jaren zeventig uh, uh, gemaakt werden. Helaas zijn ze niet ten uitvoer gebracht. Nog niet. Maar het kan gebeuren. Een andere mogelijkheid als we als ooit de aarde onbewoonbaar wordt, een andere mogelijkheid, dat is dat we eh, verhuizen naar een andere plek in ons zonnestelsel. Zoals bijvoorbeeld Titan, een maan van Saturnus. Uh, Titan is een fantastische plek, want Titan heeft uh, een, uh, zeeën, continenten, water, uh, wolken, een atmosfeer, regen, rivieren, meren. Een enfin, uh, fantastische plek. Er is één klein nadeel aan Titan, waardoor het toerisme naar Titan nog niet echt op gang gekomen is, en dat is de lokale temperatuur van min 140 graden Celsius. Um, vervelend. Nu, sommigen van jullie denken: hoe kunnen daar nu zeeën en meren zijn bij min 140 graden Celsius? Ah, die zijn natuurlijk niet van water, die zijn van methaan en etaan. Maar je zei toch dat er water was. Natuurlijk, het water op Titan. Is het vasteland. Dus het is daar een beetje anders, maar wel heel leuk. Dus wat krijg je dan? Op Titan heb je dan hier bijvoorbeeld een soort bergketen en die is gemaakt van ijs. En dan hier heb je de zee en die is gemaakt van uh, etaan en methaan en dat soort dingen. En heel die atmosfeer dat is ook allemaal etaan en methaangas en daar hangen wolken in zo, methaanwolken en het regent methaan. En dan krijg je hier riviertjes van methaan en meertjes van methaan enzovoort. Enfin, een soort eh, gezellig landschap. Een beetje de Ardennen, eh, denk ik dan. En het onweert daar ook. Dus het hangt hier vol met eh, ja, aardgas eigenlijk. Eh, ons aardgas. En het onweert en het bliksem daar. En dan denkt iedereen: is dat wel een goed idee? Een bliksem die door een wolk van aardgas gaat. Natuurlijk, dat is geen enkel probleem, want er is geen zuurstof. Er is geen zuurstof in de atmosfeer. En voor een verbranding heb je drie dingen nodig, namelijk eh, brandstof, zuurstof en warmtebron. En wat heb je hier? Brandstof, warmtebron, geen zuurstof, geen enkel probleem. Voor mensen die, wij, wij wonen hier op een planeet waar overal zuurstof is. En daarom zijn wij zo bang van de combinatie brandstof en hitte. Omdat wij ervan uitgaan dat die zuurstof er toch altijd is. Op, eh, op Titan is dat net omgekeerd. Er is overal brandstof. Dus op Titan zijn ze heel bang van de combinatie zuurstof en hitte. Als je tegen een Titanier zegt dat het hier vol zuurstof hangt en dat het hier onweert, dan verklaart hij je gek. Dan denkt hij van dat ontploft toch de hele tijd. Maar dat is niet zo. Um, en dat is, het, dat is het toffe eigenlijk. Goed, technologisch zijn we er nog absoluut niet toe in staat. Maar gewoon theoretisch, stel dat je op Titan een soort kolonie bouwt je maakt daar een soort biosfeer dingetje. Dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Namelijk, heel dat continent bestaat uit water. Dus je kan daar water uithalen en je kan dat water ook splitsen in waterstof en in zuurstof. Dus je kan eigenlijk zuurstof produceren. Als je een energiebron hebt, kan je gemakkelijk zuurstof produceren uit dat water. En die energiebron is niet zo moeilijk, want die hangt overal. De hele zee is brandstof en de hele atmosfeer is aardgas. Dus je hebt overal energie. Dus theoretisch gezien een heel mooie plek om een ruimtekolonie uit te bouwen. Bijvoorbeeld, stel nu dat je, um, stel nu dat je op Titan gaat rondvliegen met een vliegtuig. Heel plezant, er is een atmosfeer. Je kan je uh, vleugels gebruiken en zo, geen enkel probleem. Wat doen wij met vliegtuigen op de aarde? Wij tanken onze vliegtuigen vol brandstof en we vliegen door de zuurstof. Wat zou je doen op Titan? Je zou een vliegtuig vol tanken met zuurstof en je vliegt door de brandstof. Dus je hebt dan eigenlijk een motor waar zuurstof in gespoten wordt, en de brandstof daar vlieg je gewoon door. Dus dat trek je gewoon binnen in de motor en zo vlieg je rond. Ik kijk er geweldig naar uit. naar het moment dat we allemaal op Titan wonen. Goed, maar daarmee hebben we dus alle termen gehad. Dus de saaie termen: um, um, uh, aantal, aantal sterren, aantal planeten rond die sterren, hoeveel aardachtige planeten, de kans dat er leven ontstaat, de kans dat het leven intelligent wordt, de kans dat intelligent leven een beschaving ontwikkelt en hoe lang blijven ze uiteindelijk bestaan. Nu, ik heb gezegd, de eerste schatting destijds was 10.000 en die leek redelijk optimistisch, want we kijken redelijk goed rond en we zien niemand. Maar de overtuiging in de wetenschappelijke wereld kort na die eerste berekeningen was wel, eigenlijk lijkt het erop dat er overal leven moet zijn. En Fermi, een zeer belangrijke Italiaanse fysicus, die is bekend geworden met zijn uitspraak op een van die conferenties: Where the hell is everybody? Dus hij zei: Kijk, we hebben die berekening en eigenlijk, zonder te overdrijven, komen we op een redelijk hoog getal uit. Waarom zien we niemand? En daar wordt heel veel over gespeculeerd. Um, en er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel zijn ze er wel, maar zien we ze niet. Dat kan. Dat kan verschillende redenen hebben. Wij zoeken nu naar radiosignalen. Misschien is radiotechnologie maar een heel korte fase in de ontwikkeling van een beschaving die daarna gewoon overlaten wordt. Misschien zijn we nu bijvoorbeeld aan het zoeken naar stoomtreinen, Ik wil zomaar iets zeggen. Hè? Dus dat al die buitenaardse beschavingen, dat heel dat radio-ding, dat dat echt gewoon verleden tijd is, dat wij aan het rondzoeken zijn naar dingen die zij niet meer gebruiken. Um, wat ook kan, dat is dat ja, mensen vragen zich dan ook afvragen waarom contacteren ze ons niet. Ja, daar zijn ook verschillende mogelijkheden voor. Er zijn, er zijn uh, pessimisten en die zeggen ja, dat dat is zoals bij roofdieren. Iedereen in de, in de natuur die camoufleert zich en vanaf het moment dat je te zichtbaar bent, dan komen ze om je te pakken. Dus ze zijn overal, maar iedereen camoufleert zich omdat de ruimte vol met roofdieren hangt. Bon, euh, eerder een filmscenario, ik acht het niet zeer waarschijnlijk, maar er was zelfs protest op het moment dat ze zo'n radioboodschappen uitsturen van wij zijn hier, waren er zelfs mensen die zeiden dat zouden we dat wel doen. Het beter een beetje stiller zijn. Een andere mogelijkheid is dat het leven effectief overal zit in onze melkweg. En dat wij gewoon totaal onbelangrijk zijn. Dus dat wij een beetje vergelijkbaar zijn met een mierennest in het Amazonewoud. Dat die mierennesten in het Amazone wat zegt, waarom komen ze ons niet halen? En dat wij als mens denken, we hebben al 300 mierennesten gezien, het is wel genoeg. Dus dat wij gewoon niet zo belangrijk zijn. Dus dat is één kant van het verhaal. Er is effectief overal leven, maar het contacteert ons niet, want we zijn het niet waard. De andere kant is, leven is effectief heel zeldzaam. Of zeker technologische beschavingen zijn heel zeldzaam. En dat is, daar wordt zwaar over, over gefilosofeerd, want dat wil zeggen dat er ergens, dat we zeggen dat één van die factoren, minstens één van die factoren, moet zeer klein zijn. Als we heel zeldzaam zijn, moet één van die factoren heel klein zijn. Die kennen we, dus we weten dat dat hier niet zo is. Misschien is het deze, het feit dat leven ontstaat. Misschien is die heel klein. Op de aarde leek dat niet zo te zijn, want het leven ontstond vrij snel. Misschien is de kans heel klein dat je intelligent wordt, kan ook. Misschien is de kans heel klein dat je een beschaving ontwikkelt. En hier zijn ze het bangst van. Stel dat die heel klein is, dan wil het zeggen dat wij waarschijnlijk onszelf gaan uitroeien. Maar bon, Dat is te vroeg om dat nu te zeggen. Maar er is ooit een wetenschapper die een artikel geschreven heeft in vijf jaar geleden, en hij zei: Ik hoop dat ze geen sporen van leven vinden op Mars. Want als ze, als ze zelfs op Mars op onze dichtste buur sporen van leven vinden, dat wil dat zeggen dat die formule tot hier een immens hoog getal is. Ongetwijfeld. En dan moet de filter ergens hier zitten. En dat is het punt waar wij nu zijn. Dus hij zei, het moment dat ze bacteriën vinden op Mars, ben ik er vrij, vrij van overtuigd dat wij onszelf eh, naar de knoppen gaan helpen. Uh, goed, ja, maar dus, uh, er wordt gezocht naar de grote filter. Waar ergens, zit het, waar ergens zit het feit dat het leven zeldzaam zou kunnen zijn. Maar dat is allemaal filosofie. Goed, om af te sluiten. Wat we nu gedaan hebben met die formule, dat is berekenen. Hoeveel technologische beschavingen er zijn in onze Melkweg? Ja, er zijn 170 miljard melkwegen. Dus stel dat de kans op een technologische beschaving in onze Melkweg 1 op een miljard is, dan wil dat zeggen dat als je vanavond naar buiten kijkt, dat er 170 beschavingen zich daar ergens bevinden in andere melkwegen natuurlijk die liggen op zoveel lichtjaren van hier dat we daar nooit mee gaan communiceren. Maar dus zelfs als het cijfer voor onze melkweg immens klein is, dan zijn ze elders toch nog. Want er zijn 170 miljard melkwegen. Ook we hebben heel die berekening gemaakt om te zoeken naar technologische beschavingen. Als we daar gewoon een paar termen van wegden, als we een paar factoren van wegden, als we nu zeggen van kijk, intelligent leven is genoeg, als er elders in onze melkweg een Homo sapiens rondloopt, dan zijn we al content. Dan stijgt het getal al immens en we gaan die nooit contacteren. Want een gewone biologische diersoort op een andere planeet kunnen wij momenteel niet detecteren. Misschien zijn we ooit in staat, binnenkort, zelfs, om te zien of er zuurstof in een atmosfeer hangt. En zuurstof is zodanig reactief dat hangt enkel in een atmosfeer als dat geproduceerd wordt door leven. Dus dan zijn we vrij zeker dat we een planeet met leven gezonden hebben. Goed, stel je dat je zegt, zelfs intelligent leven is niet nodig voor ons. Ik ben gewoon al content als er ergens eencellig leven in onze melkweg hangt. Dan heb je al deze factoren weggehaald en dan stijgt je cijfer alweer immens. Dus goed, op dit moment hebben ze ons nog niet gecontacteerd, het buitenaards leven. Maar als je gewoon de denkoefening maakt dat we denken aan alle melkwegen en je zoekt gewoon naar eencellig leven, dan denk ik persoonlijk dat je ervan overtuigd mag zijn als je vanavond buiten komt en je kijkt omhoog, gelijk waar je kijkt, dat er wel een korstmos of een eencellig wezen eh, te vinden zal zijn. Ziezo, met deze filosofische noot stuur ik jullie de rest van de dag van de wetenschap in. Eh, Dank je wel, en tot de volgende keer. Dankjewel.